Goedemorgen, lieve zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus. Vandaag mogen we weer onze eredienst volgen. Vandaag is het 30 augustus 2020. De 11e zondag van de zomer, oftewel de groene periode van het kerkelijk jaar. Laat ons beginnen met ons intochtslied. En dat is Dank u voor deze nieuwe morgen, lied 198... We zingen vers 1, 3 en 7. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u kom. Dank u voor hen die mij omringen. Dank u dat u toe behoort. Dank u voor alle kleine dingen, ieder vriendelijk woord. Dank u, uw liefde kent geen grenzen. Dank u dat ik nu weet daarvan. Dank u, o Heer, ik wil u danken. Dat ik danken kan. Met deze grote dank aan onze Heere God mogen wij ons op deze mooie zondagochtend bemoedigd weten. Bemoedigd omdat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk waarmee zijn hand begonnen is. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Lieve zusters en broeders, we zijn vandaag niet in de Centrumkerk, maar in het wijkgebouw, in ons huis, omdat er gewerkt wordt aan het koepeldak van de kerk. En zo moesten we uitwijken naar het wijkgebouw. Op deze mooie zondag mag ik u voorhouden van Psalm 105, de versen 1 tot en met 7. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. En wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken. Nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hem verkozen. Hij is de Heer onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot zover Psalm 105. We lazen de versen 1 tot en met 7. En we zingen hierop, lieve zusters en broeders, lied 180, vers 1. Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt. Laat ons zingen. Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel. En met deze
zoete tonen gaan we over tot de dienst van het woord. En daartoe vragen wij onze goede God om ons te verlichten met zijn heilige geest. Laat ons bidden. Goede, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze zondagochtend, dat wij weer mogen luisteren naar uw woord. Maar u kent ons, lieve God, u doorgrondt ons, u weet wat er in ons omgaat. Lieve God, en wat er in ons omgaat, dat is niet altijd even blijmakend. Maar u kent ons, goede God. U doorgrondt ons, zo vragen wij u. Mogen wij ook vandaag weer alles wat ons neerdrukt, alles wat ons verdrietig maakt, voor u neerleggen, lieve God. En maakt u dat onze harten vrij zijn, openstaan voor u. Dat wij uw woord kunnen horen en kunnen verstaan met de leiding van uw Heilige Geest. Lieve God, verlicht u ons. Maakt u dat alles van ons afglijdt, dat we ons licht voelen. En verlicht u onze wegen. Maakt u onze wegen helder, lieve God, dat we zien waar we heen gaan. Dat u het bent die ons vasthoudt onder alle omstandigheden. Dat duidelijk voor ons is, lieve God. Gaat u met ons, raakt u ons aan. En maakt u dat wij uw woord horen, het verstaan en gehoorzaam ernaar leven. Gaat u met ons, lieve God. We vragen het om Jezus wil. Amen. Op deze mooie zondagochtend mag ik u voorhouden allereerst vanuit het Oude Testament, het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 7, en daarvan de versen 23 tot en met 28. De Heere God praat tot Jeremia. Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat ik hun geboden heb, is dit: wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wel bij varen. Maar ze luisterden niet, ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij af. Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken, tot op de dag van vandaag heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. Maar niemand die naar mij luisterde, niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie voorouders. Jeremia, als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren. Als je hen roept, zullen ze niet antwoorden. Zeg dan tegen hen: hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de Heer zijn God. En dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen niet meer over hun lippen. Tot zover het Bijbelgedeelte uit het Oude Testament en wel uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 7, de versen 23 tot en met 28. Laat ons hierop samen zingen. Lied 380. Ontferm u onze heilige God. En we zingen vers 1.
onze hele God. Wij overtraden uw gebod. Vergeef genadig onze schuld, die onze ziel met smart vervult. De tweede schriftlezing mag ik u voorhouden en die is gehaald uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie van Matteüs. Ik mag u voorhouden hoofdstuk 17, de versen 14 tot en met 20. Erboven staat gebrek aan geloof. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Jezus antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen de berg zeggen: Verplaats je. Verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Tot zover de lezing uit Matteüs 17. Lieve zusters en broeders, zalig zijn wij wanneer wij het woord van God horen, het in ons hart bewaren en ernaar proberen te leven. Halleluja. Amen. Lieve zusters en broeders, laat ons samen zingen lied 255. We zingen vers 1 van Sweetie Evangelium. En dan gaan we over tot de uitleg en de verkondiging. Lieve zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus. Vandaag is het alweer de 11e zondag in de groene periode van het kerkelijk jaar. En u weet het, groen is de kleur van vruchtbaarheid. En daarom krijgen we vanuit de Bijbel aangereikt hoe we groen, hoe we vruchtbaar kunnen zijn voor onze Heere God. Lieve zusters en broeders, zinvol is het om voordat we doorgaan heel kort de vruchten die Jezus aan ons aanreikte vanuit zijn woord de revue te laten passeren. Want het is namelijk één pakket. Jezus zei: In de wereld zijn jullie als schapen
tussen de wolven. En aangezien schapen een herder nodig hebben om ze te leiden, om ze te verzorgen, zegt Jezus, laat mij jullie herder zijn. Ga door de wereld, zo alert als een slang. Breng jezelf snel en slim in veiligheid, maar blijf daarbij argeloos als een duif. Zo eerlijk en onschuldig, zo rein en vredig. Jezus zegt, laat mijn zuiver woord uit de Bijbel je leidraad zijn. Leef volgens mijn woord. Mijn woord is volledig. Laat niemand je beïnvloeden met zijn dromen of met zijn profetische boodschappen. Want het zijn veelal valse profeten. Mijn profetische boodschappen, zegt de Heere Jezus, staan allen reeds opgetekend in de Bijbel. Meer zijn er niet. Jezus gaat over op het vertellen van gelijkenissen. Gelijkenissen zijn hele simpele en goed te begrijpen verhalen. Maar deze verhalen die Jezus vertelt hebben uitleg nodig. Want aan elke persoon in het verhaal, aan elk onderdeel van het verhaal, geeft Jezus een betekenis. En alleen de mensen die echt meer van Jezus willen weten, zullen zich interesseren voor deze betekenis. Die zullen het ook begrijpen. Zo vertelt Jezus bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier. En daarmee laat hij weten dat het uitgezaaide zaad alleen maar vrucht draagt bij mensen die ondanks de tegenslagen, ondanks de stormen van het leven, volledig blijven vertrouwen op hem. We hoorden de gelijkenis van het onkruid tussen het zaad. En daarmee geeft Jezus ons een beeld van het koninkrijk van God in de hemel, dat reeds wordt voorbereid hier op deze aarde. Door vruchtbaar te zijn hier op aarde, werken we eraan om het eeuwig koninkrijk, het koninkrijk in de hemel, te beërven. Na deze gelijkenissen komen de wonderen. Door wonderen te doen, laat onze Heer Jezus weten dat Hij de Messias is. Dat Hij de lang verwachte Zoon is van God. En wanneer de mensen zien dat Jezus met enkel 5 broden en 2 vissen een enorme mensenmassa te eten geeft, komen velen tot geloof. En ze zijn bereid vruchtbaar te worden voor God. Met het oog op het eeuwig koninkrijk, het koninkrijk van God in de hemel. Nu gaat Jezus werken aan het geloof van zijn discipelen, aan het geloof van zijn leerlingen en daarmee ook aan ons geloof. Terwijl Jezus op de berg bidt, ziet hij hoe zijn discipelen in doodsangst vechten tegen de storm. In het donker zijn er huizenhoge golven die ontstaan vanwege de enorme windkracht. En als de nood het hoogst is, in het holst van de nacht, loopt Jezus over het water naar de boot toe. En de discipelen in de boot die denken dat er een spook op ze afkomt. En ze schreeuwen het uit van angst. Maar Jezus meldt dat hij het is. En Petrus wil dan ook over het water lopen naar Jezus toe. En Jezus roept, kom. En alles gaat goed. Petrus loopt. Hij loopt over het water. Hij loopt naar Jezus toe. Totdat hij wordt afgeleid door de wind en de hoge golven. En dan gaat het mis. Want hij focust niet meer op Jezus. En dan begint hij te zinken. Jezus redt Petrus. Maar hij maakt hem wel een geducht standje. Waarom moest je twijfelen, kleingelovige? Ja, kleingelovige, zegt Jezus tegen Petrus. Terwijl Jezus tegen die heidense Canaanese vrouw zegt,
u hebt een groot geloof. Hoe is dat mogelijk? Petrus, een leerling van Jezus, wordt uitgemaakt voor een klein gelovige en een heidense vrouw die naar Jezus toekomt, krijgt van Jezus te horen: u hebt een groot geloof. En dat komt omdat de vrouw zich door niets en niemand laat afleiden. Petrus liet zich afleiden. De vrouw laat zich door niets en niemand afleiden. Ze blijft ondanks tegenslagen focussen op de Heer Jezus. En dat kan ze omdat ze er stellig in gelooft dat Jezus haar zal helpen. Dat Jezus haar zal redden. En ze volhardt in dat geloof. Ze laat zich niet wegsturen en ze is bereid nederig te zijn. Want de genade van de Heere Jezus is haar genoeg. Slechts die genade van de Heere Jezus heeft ze nodig. Vandaar het verschil tussen de kleingelovige en mevrouw, heidense Canaanese mevrouw, u hebt een groot geloof. Vandaag ontbreekt het de discipelen weer aan geloof, tot hilariteit van de omstanders en tot misnoegen van onze Heer Jezus Christus. Want niet lang van tevoren is Jezus met 3 van zijn discipelen weg geweest. Ze zijn gegaan op een fantastische geloofsmissie. En wanneer ze terugkomen, daar waar de andere discipelen aan het werk zijn, is er een hele consternatie. De mensenmassa is rumoerig, is in rep en roer. Want een man komt naar Jezus toe gelopen en hij valt voor Jezus op de knieën. En half huilend vertelt hij dat hij speciaal kwam omdat hij hulp nodig heeft. En hij verzoekt Jezus om medelijden te hebben met zijn zoon. Want zijn zoon is namelijk maanziek. En dikwijls valt hij in het vuur, dikwijls valt hij in het water. En hij kwam bij Jezus omdat de leerlingen hebben getracht om die zieke jongen te genezen, om die demon uit te drijven, maar de jongen werd niet genezen. En dan maakt Jezus de leerlingen wederom een standje. Wat zijn jullie toch ongelovig? Wat zijn jullie toch dwars? Waarom gaat het toch zo verkeerd met jullie? Jongens, zegt Jezus, ik zal niet voor altijd bij jullie kunnen blijven. Jullie zullen echt wel van mij moeten overnemen. Maar dan laat Jezus die zieke jongen bij zich brengen. En op strenge toon drijft hij de demon uit. En de jongen is genezen. Later op de dag, wanneer de discipelen alleen zijn met Jezus, vragen ze: maar Jezus, hoe kan dat? Waarom konden wij die boze geest niet uitdrijven? Lieve zusters en broeders, weet u, weken van tevoren heeft Jezus de autoriteit gegeven aan de discipelen om in zijn kracht, om in zijn naam zieken te genezen, demonen uit te drijven. En ze zijn er al een tijdje mee bezig. Dag in dag uit gaan ze ervoor. En het is toch altijd goed gegaan. Ze waren steeds die boze geesten de baas. Ze dreven ze uit. En plotseling vandaag hebben ze gefaald. Plotseling heeft de demon, heeft de boze geest, het van ze gewonnen. Weet je waar het aan ligt, zegt de Heere Jezus? Het komt
door jullie gebrek aan geloof. Er is iets niet goed met jullie geloof. En we zien het al, hoe de discipelen naar elkaar kijken en verwonderd opgeschrikt zeggen: maar Heer, we geloven toch? We geloven toch dat u de Zoon bent van de Heere God? We geloven toch dat u de Messias bent? En dan begint Jezus uit te leggen. Het geloof kan beginnen als een piepklein mosterdzaadje. Maar een zaadje heeft kiemkracht. Een zaadje leeft. Een zaadje gaat groeien. Wanneer gaat het groeien? Wanneer het gevoed wordt. Wanneer het bevochtigd wordt. En dan gaat dat kleine mosterdzaadje uitgroeien. Wanneer je het goed verzorgt dus. Het op tijd nat maakt en bemest. En het is de bedoeling dat het uitgroeit en dat het vrucht gaat dragen. Zo moet het ook zijn met het geloof. Het geloof moet gevoed worden. Het moet regelmatig gevoed worden. Want dan alleen zal je vrucht dragen. Zoals Jezus het zegt, dan alleen zal je in staat zijn om tegen de berg te zeggen: verplaats je van hier en ga naar daar. En het gebeurt. Niets zal dan voor jou onmogelijk zijn. Weet u, wanneer het zaadje niet wordt gevoed, niet wordt bevochtigd, dan vindt er geen groei plaats. Integendeel, het gaat achteruit. Jezus laat ons weten dat het ook zo is met het geloof, met ons geloof. Ook het geloof kan achteruit gaan, dwars gaan. En dan raak je snel afgeleid. Afgeleid door de storm. Afgeleid door water en golven. Afgeleid door de dingen die om je heen gebeuren. Dan focus je niet meer op Jezus. Dan raak je opgeschrikt. Dan raak je overdonderd, geïntimideerd en je deinst terug. Terug voor de demon. Als bij die maanzieke jongen. Ze dreven hem wel uit in de naam van Jezus Christus, maar ze deinsten terug. Voor de manipulatie van die demon. En weet u, lieve zusters en broeders, de discipelen hebben de autoriteit gekregen van Jezus om te genezen, om demonen uit te drijven in zijn kracht. Let wel, in zijn kracht, in zijn naam. Ze gaan in die kracht aan het werk. En wanneer ze pas zijn begonnen, dan is het speciaal. Dan wijkt de Satan voor ze. En dat vinden ze fantastisch. Dat is een wonder. Maar ze doen het dag in dag uit. En het wordt uiteindelijk een sleur. Het gaat vanzelf. Het gaat automatisch. Het is niet meer speciaal. Er moet een demon uitgedreven worden. Oh ja. We zullen die Satan verdrijven. We zullen die demon uitdrijven. Dat doen we wel even snel. Lieve zusters en broeders. Zo ontstaat heel gevaarlijk het vertrouwen in eigen kunnen. Zo ontstaat, en dat is heel gevaarlijk, het vertrouwen in eigen kunnen. Maar, lieve zusters en broeders, Gods werk kent geen eigen kunnen. Gods werk is Gods werk. Gods werk is niet ons werk. Gods werk gebeurt in zijn kracht. Zonder de kracht van onze God kunnen wij niets. Zal niets lukken. Kunnen wij geen enkel werk doen.
Je zal ten alle tijden moeten vertrouwen op de Heere God. We kunnen niets uit onszelf, lieve zusters en broeders. Niet ademen, niet gaan, niet staan, niets. We zullen moeten vertrouwen op God, op zijn kracht. We zullen afgestemd moeten zijn op zijn wil. En dat ontbreekt vaak in het geloof van mensen. Het wordt een sleur. We bidden wel, maar niet intens. Het komt gewoon op de lippen, het gebed wordt gedaan, maar zonder erbij stil te staan wat er gezegd wordt. Het wordt een automatisme. Heel gevaarlijk. Mensen gaan vertrouwen op zichzelf. Ze gaan er zelf op uit. Vertrouwen in eigen kunnen. En daar waarschuwt onze Heer Jezus voor. Er schort iets aan het geloof. Wij zullen het tot een gewoonte moeten maken om met de geestelijke wapenrusting op weg te gaan. Zoals het staat in Efeziërs 6. Met de geestelijke wapenrusting, met de kennis vanuit Gods woord. Die zuivere kennis moet onze wapenrusting zijn. We moeten ons bewapenen met het woord van God. En de vijand kunnen weerstaan, kunnen tegenhouden. Met de kracht van God. Met de wil van God. Want weet u, ik wil het even hebben over het coronavirus. Over COVID-19. Dat de hele wereld teistert. Velen hebben geprobeerd, hebben het gewaagd om in de naam van Jezus het virus uit te drijven. De Satan de laan uit te sturen. Maar lieve zusters en broeders, wanneer wij lezen hoe het toegaat in de Bijbel, reeds in het boek Exodus, dan zien we dat wanneer het de Heere God te veel wordt, wanneer hij de ongehoorzaamheid, zoals het staat in Jeremia 7, wanneer hij de ongehoorzaamheid zat is, dan komen er plagen. Dan komen er plagen. Plagen die ons ertoe dwingen om ons weer te keren tot de Heere God. En zo moeten wij weten, lieve zusters en broeders, dat wij moeten vragen om vergiffenis van alles wat wij fout doen. En hoe krijgen we vergiffenis? Door neer te knielen bij het kruis op Golgotha, waar onze Heer Jezus Christus onze zonden op zich nam, zodat wij vergiffenis krijgen van zonden. Zijn bloed stroomde voor ons langs het kruis, zodat wij vergiffenis krijgen en weer met open, oprechte harten ons kunnen keren tot onze Heere God. Dat staat ons te wachten, lieve zusters en broeders. Laat ons gehoorzaam zijn. En niet zoals het staat in Jeremia 7. Het volk is ongehoorzaam geweest. Laat ons de ongehoorzaamheid achterwege laten. En gehoorzaam ons keren tot onze Heere God. In ootmoed, nederig, beseffend dat Hij de Heer is en de heerschappij heeft over alles en allen. Dat elke knie zich voor Hem zal moeten buigen in eerbied.
Want wij dienen een heilige God. Een God die geheiligd wil worden. Laat ons dat meenemen, lieve zusters en broeders. Laat ons in ootmoed en eerbied ons richten tot onze Vader in de hemel. Ons tot hem keren en vragen om vergiffenis. En hem beloven dat wij rein zullen blijven van hart. Dat we het kwade zullen laten en op zijn wegen zullen gaan. Dat wij vruchtbaar zullen zijn. Want daarom kregen we de Bijbelgedeelten aangereikt. Om te weten hoe wij vruchtbaar moeten zijn voor onze Heere God. Hij roept in deze tijd van nood en crisis. Hij roept ons, zodat wij ons keren tot hem. Het kwade laten. En ons keren in nederigheid. Keren om gered te zijn. Gered te zijn voor de eeuwigheid. Amen. Lieve zusters en broeders, laat ons samen zingen van lied 431, het tweede vers van Beveel gerust uw wegen. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed. En met dit vertrouwen dat we moeten stellen in de Heer onze God, gaan wij over tot de dienst van de gaven en de gebeden. U weet het, onze liefdegaven mogen wij storten op de bank. Maar als het enigszins mogelijk is, mag u het ook brengen in een envelopje en deponeren in de bus bij de Stuiversvereniging. De nummers van de respectievelijke kerken komen zometeen in beeld. Laat ons samen zingen. Ken ik de weg ook niet? U kent hem, Heer. We zingen de versen 1 en 3. Heer, dat geeft het harten.
Gij stilt hem weer en gij komt nooit te laat. Zo ben ik gerust, wanneer u wil mij voeg. Gij kent de weg voor mij, dat is genoeg. En wij mogen nu voorbeden doen, dank en voorbeden doen. We mogen ons in stilte richten tot onze Vader in de hemel. En samen afsluiten met het Onze Vader. Laat ons bidden, lieve zusters en broeders. Lieve goede God, wij danken u. We danken u voor uw woord. Dat ons de weg wijst, de weg naar vruchtbaarheid, de weg naar u, lieve God. We danken u dat u ons steeds bijstaat, uw leiding aanreikt, zodat wij kunnen zien waar wij naartoe gaan, waar wij moeten zijn, waar u wil dat wij moeten gaan en staan. Lieve God, zo dragen wij ook weer vandaag alle ouderen onder ons aan u op. En wij vragen, lieve God, om uw liefde, om zorg, om verdraagzaamheid. Zo dragen wij ook onze kinderen aan u op, lieve God. Grote kinderen, kleine kinderen. En wij vragen, goede God, dat u onze kinderen aan uw hart houdt. Dat u ze veilig houdt. Dat u ze leidt aan uw hand, dat ze mensen rondom zich heen hebben, mensen die ze de weg wijzen naar u, mensen die ze veilig houden, die zuinig zijn op ze. Lieve God, zo dragen wij aan u op alle zieken. En u kent de zieken bij name, lieve God. U kent de zieken in de ziekenhuizen. U kent de hopeloosheid. Zo vragen wij, Heer, blijft u uw kinderen roepen, dat ze beseffen dat u het bent. Dat u het bent die kan redden. U kan redden, u alleen. Misschien niet alleen naar lichaam, als dat niet mogelijk is, maar wel naar ziel en geest. U kan onze ziel bewaren voor de eeuwigheid. Lieve God, dat wij dat beseffen en dat wij naar u toe komen, ons keren tot u. Houdt u de zieken vast, lieve God. En maakt u dat allen die zorgen voor zieken, dat die de kracht en de moed van u ontvangen, lieve God, om steeds door te gaan. Dat ze rust vinden, omdat u rust biedt, lieve God. Zo dragen wij aan u op, allen die verdrietig zijn, lieve God. En dat is een hele grote groep van verdrietigen. En wij vragen, lieve God, droogt u alstublieft de tranen van degenen die achterbleven, omdat hun dierbaren de ogen sloten. Lieve God, staat u ze bij, geeft u ze kracht, geeft u ze een groot geloof, lieve God, dat ze beseffen dat u alleen kan redden, u alleen. We dragen onszelf aan u op, lieve God. Gaat u met ons en leidt u ons. We dragen ons land aan u op, lieve God. Regeringsleiders, leiders van kerken, leiders van organisaties, leiders van scholen, lieve God. En wij vragen, goede God, om inzicht en wijsheid, dat ze hun verantwoordelijkheid kennen en nemen,
om uw kinderen, uw schepselen, uw schepping veilig te houden. Lieve God, zo dragen wij onszelf aan u op. En wij nodigen u uit. Treedt u bij ons naar binnen, goede God. Luistert u naar ons. Goede God, zo dragen wij aan u op allen die wat te vieren hebben in deze moeilijke tijd. Dat ze een gezegende dag mogen genieten onder uw hoede en een gezegend jaar tegemoet gaan. We dragen aan u op allen die in problemen zitten. En wij vragen om uw bijstand, lieve God. Zo noemen wij u onze zuster Hillegonda. En wij vragen, goede God, dat het recht mag zegevieren, omdat u gaat voor recht en gerechtigheid. Hoor en verhoor ons, goede God. We zeggen tot u, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Ons slotlied is Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. De genade van onze Heere God is ons genoeg. En we mogen die genade ontvangen in zijn naam. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En hij mij gans onwaardig mens steeds zoveel liefde toont. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ben verzekerd. Mijn Heer is machtig, dat Hij het pand hem toevertrouwt. Tot die dag bewaard voor mij. En zo nemen we Gods zegen met ons mee. Gods zegen die ons in staat stelt om vruchtbaar te zijn. Lieve zusters en broeders. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en Hij is u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons allen en Hij geeft zijn vrede, maar ook zijn vreugde, zijn liefde, zijn bescherming, zijn veiligheid vandaag en alle dagen. We zingen tot slot het laatste couplet. Ik weet niet hoe het geloof in mij door God werd ingewerkt. Laat ons zingen. Ik weet niet hoe het geloof in mij door God werd ingewerkt.
ik weet in wie ik geloofd heb. En ik weet het zeker, mijn Heer is machtig. Dat Hij het pand hem toevertrouwt. Tot die dag bewaard voor mij. Met dank aan onze broeder Ernst voor het prachtige keyboardspel. Met dank aan zuster Jade voor het nemen van de opname. Met dank aan de kerkenraad. Met dank aan mijn zangeres en zanger. Met dank aan u thuis dat u mee hebt willen volgen. Laat ons onze harten vervullen met Gods Heilige Geest en met zijn leiding vruchtbaar zijn. Een gezegende, veilige week toegewenst aan u allen.